De wereld om ons heen verandert snel. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat je kinderen naar een basisschool in eigen dorp kunnen, dat je in je eigen buurt kunt sporten of winkelen of dat je een geschikte woning kunt vinden in je eigen dorp of stad. De overheid en dus ook de gemeente heeft steeds minder geld te besteden. Daardoor kan niet alles meer gedaan worden. Dus we moeten samen nadenken over de toekomst van onze voorzieningen. De gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven moeten de handen ineens slaan. Dit betekent met z'n allen anders denken en doen. En hierover praten we graag met jou verder. Want jij weet wat er belangrijk is bij jou in de buurt. Jij weet wat er goed gaat en wat er nog niet zo goed gaat. En waar kansen liggen. We gaan niet alleen met jou in gesprek, maar ook met de dorpen en steden in de buurt. Dit doen we omdat dorpen dicht bij elkaar steeds vaker gebruik maken van elkaars voorzieningen. Zo houden we ze voor iedereen beschikbaar. In één jaar tijd willen we samen werken aan één plan. Dan maken we eerst een profiel met daarin wat de kenmerken zijn van het gebied. Wat zijn de ontwikkelingen en wat zijn de ambities van je dorp of wijk? We bespreken samen de kansen en de knelpunten voor de voorzieningen. Voor de belangrijkste knelpunten en kansen bedenken we oplossingen en acties. We maken samen keuzes. We spreken af wie wat gaat doen en wanneer. En klaar is het plan. We gaan aan de slag.